Welkom bij Vrijmiebeurs nummer 18, een wekelijkse serie waarop we elke vrijdag kijken naar het meest belangrijke nieuws van de afgelopen week. En in deze video gaan we onder andere kijken naar de kwartaalcijfers. Denk hierbij dan aan Shell, Google, Amazon en Snapchat. En we gaan ook kijken naar een nieuwsbericht van een student die al zijn spaargeld in het aandeel GameStop heeft gestoken. Hoe staat dat er nu voor? Maar vooral ook wat kunnen we van leren van de stappen die deze student heeft genomen? Dat zijn dus de onderwerpen van deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passief Vanochtend hebben we de 30.000 abonnees aangetikt op dit YouTube-kanaal. Dus allemaal bedankt voor degenen die al geabonneerd zijn. En vooral ook bedankt voor alle reacties en feedback. Want daardoor kan ik natuurlijk steeds dit kanaal ook verbeteren. Maar laten we ook vooral proberen om door te groeien. Dus ben je deze video aan het kijken en nog geen lid van het kanaal, nog niet geabonneerd. Klik dan even onder, het, uh, onder de video op abonneren. En als je toch bezig bent, uh, geef ook altijd even een duimpje omhoog. Daardoor krijgen meer mensen deze video te zien en kunnen we dus nog harder groeien met dit kanaal en nog veel mooie dingen bereiken dit jaar. Maar laten we dan beginnen met de onderwerpen van deze video. Ten eerste dus de kwartaalcijfers, want zoals kwartaalcijfers al zegt, ieder kwartaal komen er weer cijfers aan. En vaak in een 1, 2, 3 weken tijd komen in een keer heel veel bedrijven met hun cijfers. Ook dus afgelopen week, of deze week eigenlijk, heb ik een paar bedrijven uit, uh, uitgelicht die ik graag zou willen behandelen. En als eerste is dat het bedrijf Shell. Ik maakte er afgelopen dinsdag nog een video over, over de gelekte toekomstplannen van Shell. Maar gisteren kwam Shell met hun uh, kwartaalcijfers van het vierde kwartaal en dus ook de jaarcijfers van 2020. Kijken we naar het vierde kwartaal, dan zien we dat de omzet daar 45 miljard was, oftewel 47% minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019. De kosten waren 49 miljard, oftewel 40% minder dan het vorig jaar. En dat is op zich best wel goed, uh, dat je ook je kosten omlaag kunt brengen als de omzet daalt. Alleen helaas uh, ja, zijn de kosten minder hard gedaald dan dat de omzet is gedaald. En dat zien we ook terug in de winst. Want daar zien we een verlies van 4 miljard in het laatste jaar. Terwijl dat eigenlijk een jaar geleden nog een miljard winst was. Kijken we dan naar Google, Google is zo'n bedrijf dat wel profiteert van deze crisis, want natuurlijk heel veel mensen doen heel veel dingen online en vorig kwartaal ging het eigenlijk al heel erg goed en dat gaat het nu opnieuw, want kijken we naar het vierde kwartaal van Google, dan zien we de omzet van 57 miljard dollar, dat is 23% meer dan een jaar geleden, de kosten zijn 41 miljard. Dat is 12% meer dan een jaar geleden. Oftewel de omzet stijgt dus uh, stukken sneller eigenlijk dan de kosten. En dat zien we ook weer terug in de winst. Want de winst is bijna 16 miljard in het afgelopen kwartaal. De marge is trouwens ook in dit kwartaal verbeterd van 20 naar 28 procent. En over het hele jaar zien we dat natuurlijk ook weer terugkomen in 2020. Want daar hebben ze nu 40 miljard dollar winst. En dat is 17 procent meer dan een jaar geleden. En natuurlijk reageren beleggers daar positief op. Want toen deze cijfers bekend werden, zagen we direct al eigenlijk een 7 procent plus in de koers van het aandeel van Google. Kijken we dan naar Amazon... Amazon heeft natuurlijk hun webshop en online winkel is nu heel erg populair. Ja, omdat je eigenlijk niet anders kunt als de, als de winkels gesloten zijn. Maar denk ook aan AWS, uh, Amazon Web Services, die natuurlijk eigenlijk ja, best wel een groot gedeelte van de infrastructuur van het internet uitmaken. Een heel erg belangrijk onderdeel ook van hun, uh, van hun ja, winstomzet, noem het allemaal maar op. Kijk ook hier naar het vierde kwartaal. Dan zien we dat de omzet stijgt met 44% naar 125 miljard dollar. En de winst die is meer dan verdubbeld naar 7,2 miljard dollar. Dat is eigenlijk 118% meer dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Ondanks dat Amazon al zo'n groot bedrijf is, zijn dit gewoon heel erg mooie cijfers dat je toch nog zoveel kunt groeien. Natuurlijk geholpen door de coronacrisis, maar ja je zou dan maar aandelen hebben, dan heb je een heel erg mooi jaar gehad. En kijk als laatste bedrijf dan even naar Snapchat, want dan zien we dat niet ieder techbedrijf eigenlijk je winst kan maken in deze situatie. Ook hier weer de laatste cijfers, de Q4 cijfers van 2020. We zien een omzet van 911 miljoen. Dat is 62% meer ten opzichte van vorig jaar in hetzelfde kwartaal. Dus dat is heel erg goed. De marges en de kosten verbeteren ook, maar ze maken nog steeds verlies. En dat verlies kwam in het laatste kwartaal uit op 113 miljoen. Alhoewel, dat is natuurlijk wel een heel erg stuk beter dan de 241 miljoen die ze hetzelfde kwartaal hadden een jaar geleden. Dus we zien bij Snapchat duidelijk dat de omzet toeneemt, dat mensen ook echt op het platform meer tijd doorbrengen. Maar als je dat niet altijd door kunt brengen, als je daar niet een heel goed verdienmodel achter hebt, dan blijf je dus ook in deze goede situaties nog steeds verlies leiden. En tot zover de kwartaalcijfers voor deze video. Er waren natuurlijk nog veel meer bedrijven die met kwartaalcijfers zijn gekomen, maar ik kan niet al deze bedrijven uh, ja, gaan behandelen, al deze cijfers gaan behandelen. Dit vond ik een paar bedrijven die ik in ieder geval de moeite waard vond om even te bespreken. En wil jij nou aandelen kopen, bijvoorbeeld van de aandelen die we in deze video bespreken? Ik maak daarvoor gebruik van de Giro, net zoals heel veel van mijn kijkers. En wil je zelf nou ook een account openen bij de Giro om te beginnen met beleggen? Een link daarvan vind je onder deze video terug. Het kost jou niets om een account te openen, maar het helpt wel het YouTube-kanaal, dus dat zou ik erg waarderen. En gaan we dan door naar het volgende onderdeel van deze video? En dat is wat ik noem: 17.000 euro in GameStop. Want vorige week heb ik het al gehad over GameStop. Heb ik al behandeld in een video. Maar ook deze week was GameStop nog steeds volop in het nieuws. We zagen bijvoorbeeld de Giro met een post komen van hoe populair het aandeel was in januari in Europa. We zien eigenlijk dat ja, veruit de meeste landen het meest verhandelde aandeel was ook Bing Bank kwam met een melding uh, met nieuws dat het gewoon enorm populair was dit aandeel uh, in de maand uh, januari bij hun. We hadden bijvoorbeeld NOS die woensdag nog een artikel had over short sellers en speculanten. Ook zien we bijvoorbeeld vanuit uh, verschillende brokers zoals Bucks dat er heel veel ja, gesproken wordt over GameStop. En juist ook hoe zij daar eigenlijk mee om moeten gaan. En dat doen ze vaak samen, uh, ja, samen in het gesprek met de AFM, want ook de AFM zit natuurlijk te kijken naar dit nieuws. Maar waar ik naar nou wil gaan kijken is het volgende artikel. En dat is dat deze student van 19 stak al zijn spaargeld in GameStop en verloor bijna alles... Want door dit artikel te gaan lezen, zien we eigenlijk hoe emotie een belangrijke rol speelt bij beleggen. We zien ook een paar fouten die beginnende beleggers vaak maken. En ik hoop dan ook dat we door dit artikel eigenlijk te gaan bespreken, dat jij niet dezelfde fouten gaat maken. Want het begint eigenlijk al in de eerste alinea met de regel dat een 19-jarige student al zijn spaargeld investeerde in GameStop. Dus 17.000 euro, zoals gezegd. Nou, het eerste wat ik hieruit zou halen is: beleg niet al je spaargeld. Houd altijd een buffer aan. Ook al ben je student en woon je nog thuis. Ik denk dat het niet verstandig is om al je geld maar op de beurs te doen. Uh, ook al levert het niets op op de bank, heb je daar geen rente. Het is gewoon heel erg belangrijk om een buffer achter de hand te houden. En het volgende dat ik hier meteen uithaal is: ja, beleg niet alles in één aandeel. Neem spreiding. Zeker als je ja, in het begin, als je een beginnende belegger bent, hou dan spreiding aan. En ga niet al je geld in één aandeel doen. En zeker ook niet in een aandeel dat nu heel erg gehyped is. Kijken we dan verder in het artikel, dan zien we dat hij eigenlijk niet eens van plan was om al zijn geld te investeren. Hij is begonnen met 500 euro, maar zoals hij zegt, van het een kwam het ander. Nou, wat ik hier dan uithaal, is dat je niet echt begonnen bent met een plan. Maak juist een plan van tevoren, voordat je wilt gaan beginnen met beleggen, of juist als je al begonnen bent. Maar neem daar wel de tijd voor. Denk rustig na, dat doe je dan zonder emotie. En dit zorgt er dan voor dat je later... Je ja, kunt handelen volgens dit plan en juist niet handelen op emotie, want dan ga je waarschijnlijk de verkeerde beslissingen nemen. Zoals gezegd, hij begon met 500 euro en dat werd al vrij snel 800 euro. En dan ga je misschien denken dat dit soort rendementen misschien normaal zijn, dat je dit opnieuw kunt doen. En dus ga je er meer geld in stoppen, omdat je denkt: oh, ik kan makkelijk mijn geld nog een keer gaan verdubbelen. En van die 17.000 euro die erin stak, was 14.000 euro eigenlijk van hemzelf, wat zijn ouders voor hem gespaard hadden. En 3.000 euro daarvan kwam van Duo. Dus hij had eigenlijk geld geleend om te gaan beleggen. Dat klinkt heel interessant. Zeker als student zijnde kun je niet tegen 0% rente geld gaan lenen. Maar dat is gewoon niet verstandig. Je wilt niet gaan beleggen met geleend geld. Want je ziet wel, het kan ook misgaan. En het heeft gewoon impact op je toekomst. Ook al is het 0%, je zult nog steeds moeten gaan aflossen over een tijdje. Uh, dat heeft impact op wat jij per maand kunt besteden. En daardoor valt bijvoorbeeld je hypotheek ook in de toekomst lager uit. Dus denk daar wel gewoon over na. Ook al is het nu maar 3000 euro, bij andere mensen zal het veel meer zijn. Dan heeft het nog een grotere impact. Lezen we verder in het artikel, dan zien we dat zijn inleg op een bepaald moment is gestegen. En had, had het een waarde van 38.000 euro. Dat was een verdubbeling in een paar weken tijd. En wat je hier dan mooi kunt halen is. Ja, je ziet eigenlijk al, ik rekende mezelf rijk. Dus hij denkt al meteen dat deze rendementen ook nog door kunnen blijven gaan. Dat is denk ik een heel erg groot gevaar. Wat nog belangrijker en misschien wel een grotere fout is, tenminste. Zo zie ik dat tenminste. Hij kocht meteen een nieuwe fiets. Hij ging dus eigenlijk al geld uitgeven voordat hij het eigenlijk echt had. Want wat hij nu had was een ongerealiseerde winst. Het is eigenlijk pas winst of een, eventueel een verlies op het moment dat je het verkocht hebt. En je gaat dus eigenlijk al, uh, wat ik hieruit ophaal in ieder geval. Je levensstijl aanpassen op de verwachtingen van de toekomst. En dat is natuurlijk iets wat je juist niet moet doen. Je moet het eigenlijk andersom draaien. Op het moment dat je er eigenlijk in vermogen of een in inkomen op vooruit gaat... moet je eigenlijk proberen om je levensstijl zo lang mogelijk ja, hetzelfde te houden. Want dan ga je daar pas echt op vooruit. Natuurlijk mag je wel profiteren als het langere tijd goed gaat. Maar probeer juist je levensstijl ja, niet in één keer als je heel veel geld hebt... heel veel nieuwe dure dingen te kopen om te laten zien dat je geld hebt... Probeer diezelfde levensstijl aan te houden. En dan heb je ook veel sneller dat je bepaald vermogen bereikt. En dat je van je vermogen kunt leven. Dat is denk ik wel interessant. Dan kom je meer richting de Fire Movement. Maar de hype van GameStop is inmiddels een beetje over. En dat zien we ook in dit artikel terugkomen. Want nu zijn zijn aandelen nog 7500 euro waard. Oftewel een verlies van bijna 10.000 euro. Maar hij is er heilig van overtuigd dat de aandelen straks weer gigantisch gaan stijgen. En dat hij er straks 10.000 euro's mee gaat verdienen. Nou, ik denk dat we hieruit kunnen opmaken dat hij te veel geïnvesteerd heeft in dit ene aandeel. Eigenlijk moet hij wel doorgaan met dit ene aandeel, een soort van alles of niets. Want ja, hij is volledig afhankelijk en hij durft het niet eruit te halen om dan verlies te nemen. Hij wacht gewoon weer omdat hij denkt dat het in de toekomst weer gigantisch gaat stijgen, zoals hij zelf zegt. Het zal waarschijnlijk ook komen dat er heel veel beginners natuurlijk in dit aandeel zitten. Heel veel beginners hebben dan ook op het verkeerde moment ingestapt, zitten met verlies. En de enige manier om daar ja, minder verlies van te maken is door anderen te motiveren om het te blijven kopen. Waardoor de koers stijgt, waardoor je uiteindelijk misschien wel je, ja, een kleiner verlies kunt nemen of misschien zelfs nog wel een beetje winst maakt. En nog wel belangrijker wat we hier ook zien staan... Ze vragen hem van wat als het bedrijf failliet gaat. Nou, daar heeft hij nog niet over nagedacht. Het blijkt dus wel weer, hij heeft geen plan gehad toen hij begon met dit aandeel. Ook al was hij het al wel een maand aan het volgen voordat hij instapte. Hij is eigenlijk gewoon meegegaan met de hype zonder er al te goed over na te denken. En ik denk dan vooral, stel we hadden nu, nu hebben we een lockdown, maar stel we hadden naar de kapper mogen gaan... Waar had je het dan op dit moment bij de kapper over gehad? Nou, waarschijnlijk over GameStop. En dat is misschien wel het moment om juist niet het aandeel te kopen. Want kijken we nu naar de koers van GameStop. Nou, was je voor 12 januari ingestapt en had je echt het beste moment uitgekozen, het hoogste moment om uit te stappen. Dan had je meer dan 2400% rendement gehad, dus dat was heel erg goed geweest. Maar was je juist met die hype ingestapt op het bijna het hoogste punt, dan was je 87% verloren in de laatste 7 dagen. Maar dat is hoe ik erover denk. Hoe ik hier tegen het aandeel GameStop aankijk, wat ik zelf trouwens niet in bezit heb, en hoe ik tegen dit artikel aankijk. Maar laat vooral ook weten hoe jij erover denkt. Doe dat via de reacties onder deze video. Zeg dan niet alleen van oh, koop GameStop. Uh, maar ga juist onderbouwen waarom je dat eventueel vindt, of waarom je het juist niet vindt en of je eventueel aandelen hebt gehad... of nog steeds in bezit hebt van dit, van dit bedrijf... of al die andere hype-aandelen op dit moment... en hoe jouw ervaring, hoe jouw rendement is... dat we er eigenlijk allemaal iets van kunnen leren... zonder elkaar alleen maar op te jutten... dus vooral elkaar te informeren... zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video... Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je nou een leuke video? Geef zeker even een duimpje omhoog, want dat helpt deze video. Ik weet dan welke video's jullie leuk vinden, maar deze video wordt ook aan meer mensen aangeraden. En zoals gezegd, ik maak elke week drie video's. En mocht je nou meer van dit soort video's willen zien, abonneer dan op het kanaal onder deze video. Klik eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.